Woensdagmiddag is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Middenweg in Egmond Binnen. De man stond achter de vrachtwagen toen deze opeens achteruit reed. De fietser is zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het zou gaan om een vrijwilliger die in Heilo woont. Een opgeroepen traumahelikopter bleek overbodig. De dienst verkeersongevallenanalyse gaat onderzoek naar het ongeval doen.